Goedemorgen gemeente en gasten, weet u en jou, hier in de kerk of verbonden via de livestream, van harte welkom in deze dienst. Afgelopen maandag 31 juli werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze zuster Dirkje Prins Jansen van de Maartvlinderstraat. Gisteren heeft de condoleance plaatsgevonden en deovolente maandag 7 augustus, morgen, zal de begrafenis plaatsvinden. Om 10:30 is er een dienst van woord en gebed hier in de kerk. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats de Munnekhof. In deze ochtenddienst gaat onze eigen predikant dominee Mulder voor. Het thema van de dienst is God kiest op zijn manier. En het Bijbelgedeelte wat we met elkaar lezen is 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. Op deze diaconale zondag is de collecte in deze dienst voor Stichting Schuilplaats en Stichting Kerk en Minima. Beide stichtingen zetten zich in voor u en mijn naasten op zowel praktisch als psychisch gebied. En als diaconie steunen we deze stichtingen met liefde en bevelen we de collecte van harte bij u aan. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u overmaken via de welbekende digitale weg. Als laatste een huwelijksafkondiging. Deovolente vrijdag 18 augustus hopen Henk-Jan van Galen uit Kesteren en Laura van der Kraats van de Stationstraat te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 1 uur hier in de Pniokerk en dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Het toekomstige adres van het bruidspaar dat vindt u op de zondagsbrief van aankomende week. We gaan nu zingen Psalm 100, de versen 1 en 3 en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaatsen op te staan. Afgelopen maandag, 31 juli, is plotseling overleden onze zuster Dickie Prins Jansen, in de leeftijd van 84 jaar. Liefdevol, betrokken en zorgzaam. Dat zijn woorden die bij haar pasten. Op haar 12e voelde ze zich geroepen om meer te leren over God. Hij legde zijn liefde in haar hart. Hij was de eerste en heeft haar nooit meer losgelaten. Ze had in een nagelaten brief voor haar kinderen opgeschreven: jullie mogen zeker weten dat ik bij de Heere ben. Onze zuster vond haar houvast bij de Heere, zoals dat verwoord staat in Psalm 62. Laten we haar gedenken op Psalm 62, vers 1 en 5. Luisteren we samen naar de wil van de Heere voor ons leven en vervolgens zingen we uit Psalm 25 het tweede en zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord
en geest bekend. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
mogen ook samen in ons gebed tot de Heere gaan. Dan zullen we uiteraard denken aan de nabestaanden van zuster Prins. Op onze gemeente is dat dan familie Prins Lam van de Kerkstraat 31. Zullen we bidden voor Martin en Melissa en hun kinderen. We zullen ook denken aan de familie Bouwprins van Dijkstraat 171. Zijn Teus en Marion en hun kinderen. We zullen ook samen danken met Hans Aalderink van de Sparrelaan 28. Want hij heeft een operatie ondergaan afgelopen week vanwege nierkanker. En een van de nieren is daarbij verwijderd. De ingreep is geslaagd en hij mocht afgelopen vrijdag al thuiskomen. We zullen samen ook danken met Attie Verhoef van de Morgenster 68. Want zij thuisgekomen is na een periode in de herberg. En de rust die heeft haar goed gedaan. In ons gebed denken we ook aan broeder en zuster Schoeman van de David de Nierslaan 152. Onze broeder die heeft te horen gekregen dat hij longkanker heeft. Er zullen nog onderzoeken plaatsvinden om te kijken of er uitzaaiingen zijn en wat de behandelmogelijkheden zijn. En onze zuster heeft te horen gekregen dat ze blaaskanker heeft, waarvoor ze chemospoeling gaat krijgen. We zullen samen ook bidden voor de familie Versteeg van de Middelbuurtse weg 9, want de zus van Aris en Bertus is overleden in de leeftijd van 76 jaar. Zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan. Trouwe Heere in de hemel, u die doet wat u zegt, u die waarmaakt wat u belooft, tot u komen wij. Als kleine nietige mensen die van uw trouw moeten leven en niet zonder uw genade kunnen. En daarom, Heere, zijn we samengekomen hier in dit kerkgebouw. Daarom zijn we verbonden via de livestream. En daarom zoeken wij uw aangezicht. Omdat wij niet alleen zomaar elkaar willen ontmoeten, maar dat we vanmorgen graag een ontmoeting hebben met u, de levende God. Om te zien, om te horen, om te ervaren wie u bent. Door uw woord en geest. En dat we lezen. En dat we zingen. En dat er in onze gedachten naar boven komt. En Heere, wij komen tot u. Omdat wij uw zegen heel hard nodig hebben. Omdat we van onszelf makkelijk bij u weglopen. U de rug toekeren. En wij vragen u dan ook vergeving voor dat wat niet goed is. Voor dat wat tussen u en ons in komt te staan. Dat we soms ook zomaar in de hand houden. Patronen die erin gesleten zijn, waarmee we u eigenlijk op afstand houden. Machtige Heere, u weet dat nog veel beter dan dat wij dat van onszelf weten. Wilt u dan met uw geest vanmorgen rijk werken. Met uw kracht in onze harten aan de slag gaan. En uitwerken wat u zelf al begonnen bent te doen. Of beginnen daar waar uw werk nog niet zichtbaar is. Heer onze God, laat het vreugde mogen zijn in de hemel vanmorgen, omdat zondaren zich bekeren tot u. En geef dat wij iets van die vreugde vanmorgen ook mogen ervaren. Omdat u die God bent die ons ziet en ons niet voorbij gaat, maar tot ons spreekt. Heere, werk met uw geest en kneed en vorm ons, omdat wij tot uw eer mogen leven. Grote God, we zijn hier samengekomen met allerlei gevoelens en gedachten. Nu weet Heer dat voor de een dankbaarheid overheerst en de ander misschien vanuit de sleur van het leven of vooral met een vakantiegevoel hier gekomen is. Heren, we zijn hier ook met rouw. Dat een zuster uit ons midden ons is ontvallen, zo plotseling. Zuster Prins. En u weet Heer wie ze was. Hoe zorgzaam ze was, betrokken. Hoe graag ze ook in de kerk was, betrokken bij de verenigingen. We danken u dat zij zeker mocht weten dat haar paspoort getekend is. Dat zij zeker mocht weten dat ze bij u mocht zijn. Heer, dat getuigenis, dat geeft troost te midden van het verlies wat er ook gevoeld wordt. We danken u, Heer, voor dat getuigenis. Dat het ook door de familie zo gehoord mag worden. Dus afscheid moeten nemen van hun moeder, schoonmoeder, van oma, van een vriendin. Heer, wij bidden u voor familie Prins, familie Bouw uit ons midden. Weet, Heer, wat het voor Martin en Melissa, voor Teus en Marion en voor de kinderen betekent.
de moeder, schoonmoeder en oma hen ontvallen is. Heer, we danken u dat er verdriet is, maar ook vrede. Heer, we vragen u ook om kracht, om rust en vrede, ook als morgen de uitvaart zal plaatsvinden. En dat alles in goede orde mag verlopen. Dat het mag zijn tot eer van u, want dat wilde zuster Prins toch ook. Laat het daarop uitlopen, Heer. Want u bent een goede God. Troost en wees nabij en zegen ook deze roepstem in onze levens. Grote God, we willen u ook hartelijk danken dat Hans Aalderink een ingreep mocht ondergaan. En dat die ingreep geslaagd is. Heer, woensdag vond die ingreep plaats en vrijdag mocht hij alweer naar huis. En natuurlijk, er is nog een hele weg te gaan. Maar we willen graag de lof en de dank bij u brengen. Geprezen bent u, Heer, wat u daarin hebt gegeven. Dat u daarin uw zegen niet hebt onthouden. Maar dat ze weer samen thuis mogen zijn. Zegent u zo Hans en Willy in hun leven. Geef dat ze mogen getuigen van uw goedheid tot uw eer. Heer, we danken u ook dat Attie Verhoef een goede periode heeft gehad in de herberg. We danken u dat ze weer thuis mocht komen. En dat ze nu het leven weer verder op mag pakken. Geeft u haar wijsheid, geeft u haar rust. Zegent u haar en stelt u haar tot een rijke zegen. Met alles wat er op haar afkomt. Heer onze God, weet ook dat broeder en zuster Schoeman van de David de Nierslaan een heftig bericht of heftige berichten hebben gehoord. Allebei kanker. En wat zal de behandeling zijn? Heer, de onzekerheid over de longkanker, wat komt er nog meer uit? Wat is mogelijk? De blaaskanker, Heer, de behandelingen die nodig zijn. Wij kijken op naar u. Je weet, Heer, dat ze de laatste tijd al best wel veel te verwerken hebben gekregen en ook nu nog dit erover. Het is best heel heftig. En daarom slaan we onze ogen op tot u die in de hemel zit en bidden wij u voor hen. Wees er nabij, geef ze moed en kracht, zegent u de medici. En geef dat ze mogen weten dat in uw hand, dat hun tijden zijn. Heer onze God, we bidden u ook voor de familie Versteeg. Weet, Heer, dat zus van Aris en Bertus ontslapen is. Eigenlijk zo plotseling ging het mis. 76. En u riep haar. Heer, wij bidden u om troost voor Aris en Bertus en Sylvia en de rest van de familie. Heer, wees ze nabij. Als de gang naar het graf gemaakt zal mogen worden. Heer, u weet dat het een heftig bericht is voor hen. Ze er ergens verslagen van zijn. Maar met ons verdriet en met onze zorg komen wij bij u. Tot u de God die kan troosten zoals geen mens kan. En wilt u ze dan laten ervaren dat u er bent. Troost ze, wees nabij. Machtige Heren, zo noemen wij een aantal mensen in het bijzonder. We bidden u voor een ieder die ziek is, die zorgen heeft. We bidden u voor mensen die langdurig ziek zijn. Die worstelen met long-covid of door andere redenen minder energie hebben dan ze zouden willen. We bidden u voor mensen die pijn hebben. Chronisch, wat soms zomaar opsteekt. Heren, wees ons dan nabij. Zegen ons, Heren, als we te maken hebben met psychische klachten. Als het anders gaat in ons leven. Grote God, leer ons zo om de minste te zijn. Vorm ons en kneed ons. Heren, wilt u ons ook zegenen als we zo een stukje gaan lezen uit 1 Samuel, als de verkondiging daarover gaat. Zegen het woord. Geef dat het ingang mag vinden in onze harten. En dat het ons brengt aan de voeten van u. Het drie-enige God. Wij slaan onze ogen zo op tot u. Met onze lof, met onze dank, met al onze vragen komen wij voor u. Zorgt u voor ons in deze dienst. En niet alleen voor ons, maar zegent u het woord wat op zoveel plaatsen verkondigd wordt. Hier in Veenendaal, in zoveel kerken en ook in de Pooster. Maar ook op andere plaatsen in Nederland. Waar in gevestigde kerken, waar in zendingskerken uw woord mag klinken. Heere, zegen het. Laat het met kracht en met wijsheid mogen worden verkondigd. Opdat u daarin geëerd wordt en mensen u leren kennen. Grote God, gaat u ook door met uw werk onder onze vervolgde broeders en zusters. Verheerlijk ook daar uw naam, waar regimes zijn die zo tegen u gekeerd zijn. Breek de werken van de Satan af en zorg dat u de eer krijgt. En verbreek het werk van de Satan ook in onze levens.
Geef hem ook vanmorgen geen ruimte. We spreken in ons hart en vragen het u. Om Jezus wil. Amen. Ik ga vanmorgen nog niet verder met de serie over Job. Dat hoop ik vanaf 27 augustus weer te doen. Maar nu hoop ik een paar preken te houden over het leven van David. Jongens en meisjes, ik heb de kinderbijbel weer meegenomen. En ik vertel eerst er iets over. En dan heb ik een vraag. En dan ben ik benieuwd of je het antwoord weet. Als je op het plaatje kijkt, dan zie je daar een heel aantal mannen staan. En die oude man met die staf en met die baard, dat is Samuel, de profeet. En Samuel die is door de Heere gestuurd naar Isaï, die staat erachter, die wat oudere man. Naar Isaï en zijn zonen om een van de zonen van Isaï te gaan zalven tot koning. En Samuel is gegaan en het gaat nu bijna plaatsvinden. En ik heb een vraag voor je. Hoeveel zonen heeft Isaï? Hoeveel zonen heeft Isaï? En ik zeg er ook wel gelijk bij, het is misschien een beetje een gemene vraag. Maar hoeveel zonen heeft Isaï? Zie een aantal tellen. Ja, zeg het maar. 8, ja heel goed. Want als je goed telt, zijn het er maar 7. Hier op het plaatje. Maar Isaï heeft er 8. Want als Samuel komt en Isaï, die wil dus met zijn zonen, zeg maar, één gezalfd zal worden, worden geheiligd. Ja, dan wordt er eentje achtergelaten. David. David, die hoort er niet bij. Nee, die hoeft er niet bij, hoor. Dat is het kleintje, degene die er niet zo bij hoort. Die hoeft niet, maar uiteindelijk wordt hij toch geroepen, het volgende plaatje. De jongste van allemaal, waar van de anderen denken, nou, die hoeft er niet bij, hoor. Die wordt er toch niet. Die is het juist wel. En wij horen vanmorgen dus dat God het soms anders doet dan wij denken. Samuel denkt, ja, een van die zonen van Isaï, Eliab, die wordt het. Maar die wordt het niet. En Isaï denkt ook niet dat David het wordt. En zou David het wel gedacht hebben? We leren vanmorgen dat God soms anders kiest dan wij zouden doen. Nou, we gaan met elkaar lezen uit 1 Samuel 16, vers 1 tot en met vers 13. En vervolgens zingen we uit Psalm 33, vers 6. Maar de alto's wijze raad des Heren, die begrijpen misschien niet altijd, maar die houdt wel eeuwig stand, die heeft alto's kracht. Psalm 33, vers 6. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere, zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï,
zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen. Want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David, vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 89, vers 8 en vers 9. Het einde van vers 9 zingen we dan, ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling, gevonden en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 8 en 9, na de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is dat we gelezen hebben. En dan lees ik nog het tweede gedeelte van vers 7... waar de Heere tegen Samuel zegt, het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De Heere zegt dus, ik kijk anders,
Ik kijk dieper. En God kiest op zijn manier. Dat is het thema voor de preek. God kiest op zijn manier. En we kijken naar drie dingen vanmorgen. Allereerst wat dat betekent voor Samuel. Vervolgens wat dat betekent voor Isaï en zijn zonen. De broers van David dus. En als derde wat dat voor David betekent. God kiest op zijn manier. Wat het betekent voor Samuel, Isaï en zijn zonen. En ook voor David. De gemeente van Christus, u die hier vanmorgen in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent, jij mag kiezen. Het is een aantal jaar geleden, ik was een jaar of 10, en we waren net op de camping. En ja, alle spullen waren uitgepakt en ik mocht doen wat ik wilde. En ik dacht, ik ga heerlijk naar het voetbalveld, om daar een potje te voetballen. En ze waren net bezig met teams maken, of dat wilden ze gaan doen. Dus een heel aantal jongeren stonden daar. Ja, ik wilde ook wel meedoen, dus ik ging erbij staan. En toen keek iemand me aan en zei, jij mag kiezen. Oké, daar stond ik aan de ene kant en aan de andere kant iemand anders. En dan om de beurt mag je dan kiezen. En ja, ik kende niemand. Maar als je dan wil voetballen, dan wil je natuurlijk wel de beste kiezen. Dat zul je begrijpen. Dus ik, ja, wie kies ik dan, hè? En op een gegeven moment viel mijn oog op een jongen die zag er snel uit. Had een tenue aan, een compleet tenue, voetbalschoenen, alles erbij. Van de landskampioen. Ik dacht, ja, die zal vast heel goed kunnen voetballen. En ja, zo koos ik. En op het laatst stond er ook nog een jongen die zag er een beetje slungelig uit. Had helemaal geen voetbalschoenen aan, gewoon een spijkerbroek. Ja, nou ja, kom jij dan maar bij mij. En toen gingen we voetballen. En ik had gekozen en ik was benieuwd. Klopt het wat ik had ingeschat, maar ik had me behoorlijk vergist. Want die jongen met dat voetbaltenu aan, met die voetbalschoenen, die verspeelde heel veel ballen, paaste slecht, dat werd niks. En die jongen in zijn spijkerbroek met schoenen waarvan je denkt, kun je daarmee voetballen? Ja, die voetbalde geweldig. Ik moest kiezen. Maar ik kwam erachter, ik had eigenlijk verkeerd gekozen. Of ik had een compleet andere indruk. En misschien heb jij dat ook wel eens gehad. Misschien heeft u dat ook wel eens gehad. Dat kan natuurlijk met voetballen, maar het kan met heel andere dingen. Je auto, dat je dacht, dat is een goeie, dat is een mooie. Maar dat bleek toch een miskoop te zijn. Of wat te denken van vakantie. Gebied waar altijd mooi weer is. Maar ja, het kan ook heel anders zijn. Wat te denken van het geloof. Dat je misschien wel een beeld hebt bij wat God van je wil, maar dat je je vergist. Dat je een idee hebt wat het betekent om te gaan geloven. Dat je een beeld hebt bij wat het nou betekent om een kind van de Here te zijn. Maar dat je dan vergist. Dat je een idee hebt van, hij zou dat wel kunnen doen in Gods Koninkrijk. Zij zou dat kunnen betekenen. Maar dat je je vergist. Samuel vergist zich in dit gedeelte. Hij denkt, Eliab, die is het. Maar de Heere zegt, ja, maar niet wat de mens ziet is belangrijk. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar ik zie het hart aan. Ik kijk dieper, ik kijk verder, ik kijk echt tot in het hart. En op basis daarvan bepaal ik, kies ik. En dat is dus anders dan wat Samuel had gedacht, anders dan wat Isaï en zijn zoon hadden gedacht. En anders dan wat David waarschijnlijk had gedacht. En allemaal moeten ze leren om te gaan met God die het dan toch weer eens anders doet dan jij had bedacht. En laten we eens gaan kijken wat dat dan betekent voor Samuel. En Samuel, dat is dus een man die al oud geworden is. Samuel de profeet. En als je goed naar hem kijkt vanmorgen, weet je wat je dan ziet? Dan zie je verdriet in zijn ogen. Dan merk je dat hij in rouw is. Hij is niet zo vrolijk. Hij kijkt moeilijk. Waarom? Nou, omdat God Saul als koning verworpen heeft. Hij zal geen koning meer zijn. Waarom? Ja, omdat hij de Heere verlaten heeft. Omdat hij zijn eigen keuzes heeft gemaakt. Maar Samuel was de mentor van Saul. Hij had zoveel tijd, zoveel inzet. Had hij gegeven voor Saul. En het was zijn verlangen dat Saul het volk voor zou gaan in het dienen van God. Hij had zo gehoopt dat de geest van God wonderen zou doen en dat het volk met Saul de Heere zou dienen. Maar al zijn inzet was voor niets geweest. Het was op een teleurstelling uitgelopen.
We komen dus vanmorgen een teleurgestelde oude man tegen. Verdrietig. Waarom ging het nou zo? Iemand die kan zeggen, ik had het zo graag anders gezien. Misschien herken je dat ook wel. Dat je ook van die momenten hebt en misschien zit je zo wel in de kerk of bent je zo verbonden. Dat je ergens op de bodem van je hart zo'n gevoel hebt van, ik had het graag anders gezien. Meer van dit, minder van dat. Maar het is niet zo. En dan is er wel een gevaar. Een gevaar wat je bij Samuel ziet. Het gevaar dat je verlamt. Dat je vast komt te staan, dat je niet meer verder komt. Dat je vast zit in je leven. Samuel die denkt, God heeft een punt gezet. En hij stopt daar ook. Hij ziet eigenlijk weinig perspectief meer. Terwijl 3 hoofdstukken hiervoor heeft de Heere al tegen Samuel gezegd, ik heb een ander op het oog en die zal koning worden. Die zal mijn gezalfde zijn, die zal het volk voorgaan. Maar Samuel, die ziet niet dat God een komma zet. Die ziet alleen maar de punt. Mijn project, dat wat ik graag wilde, het is mislukt. Misschien kijkt u wel zo naar uw kinderen. Naar iemand die je begeleidde. Het is mislukt. En dan? Ja, dan komt de Heere ook naar u toe vanmorgen. De Heere komt naar Samuel toe en die vraagt, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning meer zou zijn? Samuel, hoe lang nog? Waarom toch? Je weet toch? Samuel, je doet alsof ik een punt gezet heb. Maar ik heb een komma gezet, want ik ga toch door met mijn werk. Samuel, zie je niet dat die teleurstelling jou verlamt? Zie je niet dat het je geestelijk teneerslaat? Hoe lang blijf je nog hangen in dat verleden? Hoe lang blijf je dat ene punt nou vasthouden? Samuel, hij zit vast. Hij, de Heere, die begrijpt het vast ook wel. En hij zegt ook niet, Samuel, wat stom. En je mag niet rouwen. Maar hij wil wel dat Samuel niet alleen maar ziet wat er mislukt is, maar dat hij de komma van God gaat zien en dat hij weer in beweging komt. Dat hij de weg van de Heere gaat en dat hij daarin weer mag zien. God werkt toch door. Ook al had ik het anders gedacht. Ja, vul je hoorn met olie. Ga op weg. Ga naar Izaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. En zo krijgt Samuel een teken. Ga daar naartoe en vul je hoorn met olie. Een teken dat God doorgaat met zijn werk. Zo wil de Heere Samuel weer in beweging krijgen. Zo mag vanmorgen deze dienst ook een teken zijn. Dat God door zijn woord en geest ons weer in beweging wil krijgen. Als je misschien vastzit in een bepaalde gedachtegang. Hij wil je in beweging krijgen door te denken aan de doop, aan avondmaal. God komt daarin naar ons toe en zet daar geen punt achter onze teleurstellingen en zonden. Ja, het is waar, maar een komma. Maar ik ga door, maar ik blijf trouw. En als je dan soms denkt, ja, is de Heere nou echt wel trouw? Zou je het in mijn leven echt wel willen? Dan moet je eens goed kijken naar wat Samuel moet meenemen. Een hoorn met olie. Degenen die wat bijbelvast zijn, die weten wat er gebruikt werd bij de zalving van Saul. Daar werd een kruik gebruikt. En een kruik, die is breekbaar, die is broos, die kan kapot gaan. Maar de Heere zegt tegen Samuel, als je nou een zoon van Izaï gaat zalven, neem een hoorn. Iets onbreekbaars. Neem dat mee. En zalf hem daarmee. Met andere woorden, Samuel, jij ziet inderdaad, die kruik, die is gebroken, het was broos. Maar nu mag je iemand gaan zalven, dat is met een hoorn, dat is vast, dat gaat niet meer kapot. Daarmee wijst de Heere op de vastheid van zijn trouw. Opdat de Heere soms een komma zet, omdat een weg afgesneden wordt, maar dat hij in zijn trouw toch altijd weer doorgaat. Zo wil God dat Samuel weer in beweging komt. En zo komt de Heere vanmorgen tot ons. Wat houdt jou in beweging in het geloof?
Mag dat ook niet Gods trouw zijn? De hoorn van zijn genade. De hoorn van zijn zaligheid. Het wonder dat we in de Heer Jezus Christus hem mogen leren kennen als Vader. Ja, misschien zit er iemand die zegt, ja, eigenlijk vind ik dat u Samuel wel een beetje heel donker neerzet vanmorgen. Want was het nou echt zo? Ja, ik denk wel dat dat echt al donker was bij hem. Want hij zegt toch niet voor niets in vers 2, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Ja, als je het hoofdstuk ervoor gaat lezen, hoofdstuk 15, weet je wat Samuel daar doet? Dan slaat die koning Agag dood. Gewoon letterlijk in stukken. En wat mensen dan ook vinden en hoe mensen er ook tegenaan kijken, de Heere heeft deze weg bepaald en dan doet Samuel dat. De godsman. Maar hier ziet hij leeuwen en beren. En ergens begrijp ik het ook wel, want Samuel die moet dan vanuit Rama naar Bethlehem. En dan komt hij langs een plaats en die plaats die heet Gibea. En weet u wie er in Gibea woont? Dat is Saul. Dus hij moet langs de plaats van Saul. En dat is natuurlijk spannend. Niet voor niets komen die mensen uit Bethlehem straks bevend naar Samuel toe. Wat komt u doen? Is uw komst met vrede? Maar terwijl die in hoofdstuk 15 voor niets en niemand aan de kant ging en de Heere echt volgde, zie je in hoofdstuk 16 dat hij twijfels heeft, dat hij bang is. Een geestelijk lijden die ingezakt is. In plaats van dat hij omarmt, Heere, u gaat toch verder. U gaat toch door. Uw genade is er toch nog. Is die bang? Zo kunnen wij soms ook van die bezwaren hebben, toch? Dat je wel weet, ja, God gaat toch door en hij is trouw en zijn genade is er. Maar dat het ergens en niet landt, niet wil. Ja, en dan de reactie van de Heere. En ergens proef ik in de reactie van de Heere naar Samuel, proef ik begrip, maar tegelijkertijd proef ik ook wat ironie. Want wat zegt de Heere dan tegen Samuel? Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Dan moet u Izaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. Dus Samuel die vond het al spannend om daar naartoe te gaan, naar Bethlehem. En nu zegt de Heer tegen hem, neem een kalf met je mee. Nou ja, dat heeft Saul zeker door. Dat daar wordt over gepraat. Samuel die gaat met een kalf, gaat hij naar Bethlehem. En ergens ironisch. Samuel, je kunt op me aan. Maar Samuel gaat ook. Hij luistert. En Samuel die moet dus twee lessen leren. In de eerste plaats moet hij dus de les leren niet te langzaam te zijn. Dat je maar blijft hangen in het verleden. Maar de volgende les moet hij leren als hij eenmaal bij Izaï is. En dat is dat hij niet te snel moet gaan. Wat bedoel ik? Nou, het duurt niet lang en dan zit Izaï dus met zijn zonen bij Samuel. Ze zijn geheiligd, klaargemaakt, apart gezet. Nu is het bijzondere moment, een offer wordt gebracht. En nu zullen ze één voor één voorbij komen. Nu gaat het gebeuren. En ja, de oudste eerst. En dan komt Eliab, zie hem voor je. Een kerel, een vent. Eentje waarvan je zegt, kijk, dat is een geboren leider. En Samuel, die ziet hem komen. En denkt, die is het. En hij grijpt bij wijze van spreken, grijpt hij zijn hoorn al. En hij wil hem gaan zalven, maar hij is het niet. Hij wil te snel. Hij ziet aan wat voor ogen is. Eerst durfde hij niet, maar nu hij er is, gaat hij dus te snel. En denkt hij, ik snap het wel, ik weet wel welke God wil. Ik weet wel hoe God dit bedoelt. Zo moet het. Maar de Heer zegt nee. In die les zit er dus in dat we soms moeten overwegen. Soms moeten heroverwegen wat wij logisch vinden. Die dingen waarvan wij zeggen, ja, zo moet het. Zo hoort het. Dat je misschien een beeld hebt bij wat het betekent om God te dienen. Dat je een idee hebt wat er allemaal moet gebeuren. Maar dat je er misschien wel naast zit. En dan kun je zeggen, ja, zo ben ik opgevoed, zo heb ik het van andere mensen geleerd. Dit is toch ook logisch? Ja, kijk naar Eliab, wat een kerel.
Dat is toch logisch, een geboren leider. Die kan God gebruiken. Maar God doet het soms totaal anders. En als God kiest, dan betekent het dus dat wij soms dingen moeten leren. Dat het soms anders gaat dan wat wij logisch vinden. En in die weg komt er zegen. Dat je je voegt naar wat de Heere duidelijk maakt. Zegen voor Samuel, zegen voor het volk. Maar in die zegen, in die weg komt er ook zegen voor ons. Want is het niet uitgerekend de Heer Jezus? Die zo'n onlogisch leven had. De Sadduceeën begrepen het niet hoor. Hij de Messias? De Fariseeën ook niet. De Romeinse overheid, is hij nou de koning? Familie begrepen het niet, dorpsgenoten begrepen het niet. Zo anders dan anderen. Maar in die weg kiest God. Gaat God. En laten wij er dus, aan het einde van het eerste punt, laten wij dus voor waken dat wij te langzaam gaan en maar blijven hangen. Maar een punt zetten en daarbij blijven hangen. Maar die komma van de Heere zien, de komma van zijn trouw en genade. Maar laten wij er ook voor waken dat wij te snel gaan. Dat we denken, ik snap het wel. En dat de Heer het misschien wel heel anders wil dan wij denken. Het eerste punt van de preek. Wat dat voor Samuel betekent. Maar dan ook wat dat voor Isaïe en de broers van David betekent. Ja, wat een verrassing zal het geweest zijn. De grote profeet Samuel komt naar jouw dorp. Komt speciaal voor jou. En één van je zonen zal gezalfd worden. Wat een euforie. Wat een verwondering, wat een gedachte zullen er door hun hoofd gegaan zijn. Zal ik het zijn? Ben jij het? Hij of ik? En ja, zij maken het dus ook mee. Eén voor één worden ze langs Samuel gestuurd. En ja, daar loopt Eliab en die loopt zo langs Samuel. Jij bent het niet. En vervolgens komt de volgende, daar gaat Abinadab. Die loopt langs Samuel. Jij bent het niet. En dan mag Samma. Samma die gaat zo langs Samuel. Maar krijgt ook te horen, jij bent het niet. En zo volgen er nog vier. Maar vier keer klinkt, jij bent het niet, jij bent het niet, jij bent het niet. De Heere heeft deze niet uitgekozen. Dat is wat. Dan ben je verwonderd dat iemand uit jouw gezin geroepen is. En dan ben je benieuwd, wie is het? En dan ga je alle zeven er langs en niemand is het. En dan wordt het wat anders. Dat God jou niet kiest voor die taak. Dat God jou die verantwoordelijkheid niet geeft. Dat God mij, ons, daar niet toe roept. Kan best lastig zijn, toch? Heeft u dat nooit gehad? Dat je voor totaal gezet werd voor de kerkenraad. Maar je werd niet gekozen. Dat je naam genoemd werd in het jeugder. Jij zou dat wel kunnen doen, maar je werd het toch niet. Of op andere manieren in je leven. Dat je dacht, deur gaat open. Maar toch ging de deur dicht. En dat je dan moet zien dat God die ander kiest. En dan David. En in onze tekst staat dan zo'n woordje in het Hebreeuws, de hakaton, de kleine, de jonge, degene die niks voorstelt, het sloofje, het onderdeurtje, ja, degene die er eigenlijk niet bij hoort. En God kiest nou juist die ene uit jouw familiekring waarvan jij denkt, nou, die kan het niet. Hoe fijn is dat? Niet? Is dat leuk? Nee. Begrijp je dat? David, wij achten hem niet geschikt, hij hoeft er niet bij te zijn. Moet hij? Dat kan toch niet? Het is geen logische weg. Maar is het de beste weg? Ja. Ja, want het is Gods weg. En zij mogen gaan zien hoe God door zijn geest David gaat kneden, gaat vormen en gaat gebruiken. Broeders en zusters, kunt u er tegen als de Heere iemand anders roept op een plaats waarvan u denkt, is het wel verstandig dat hij dat doet? Kunt u het begrijpen als de Heere u voorbij gaat en een ander die plaats geeft? Dat is moeilijk toch? Om dan vol vertrouwen te zeggen, Heere, deze weg, mag een ander nemen, ik trek me wel terug. Als u het zo bedoelt, is het goed. Wat als het gebeurt door ziekte? En je moet wel. Het kan aangrijpend zijn. En het is niet eenvoudig om de minste te zijn.
Zullen die broers niet makkelijk gevonden hebben, maar de discipelen van Jezus vinden het ook lastig. Wie is de meeste? Wie mag aan de rechterkant zitten? Wie aan de linkerkant van Jezus in zijn koninkrijk? Wie is de meeste? Wie telt mee? Ze vinden het lastig. Maar dan kijk ik naar de Here. En dan zie ik dat de Here God in de hemel zegt, maar ik stuur mijn Zoon, de Heer Jezus, naar deze aarde. En die komt nou juist om de minste te zijn. Is niet degene tegen wie mensen opkijken van zo. Maar is degene die de voeten wil wassen als een dienaar. Degene die als een worm wil kruipen door Gethsemane. Degene die als een uitgestotene wil hangen aan het kruis op Golgotha. Zo gaat God zijn weg. En zo wil Hij in de Heer Jezus ons laten zien dat Hij meer mag worden en ik minder. En als God dan anders kiest, dan mag ik leren om een stap terug te doen. Om het in zijn handen te geven en zeggen, Heere, wat u doet, is dan goed. Mag de Heere ons vanmorgen dan leren om tevreden te zijn met de plaats die we hebben. Met de gaven die we hebben. Mag de Heere ons dan leren om te gaan met onze teleurstellingen. Want de Heere kijkt anders. Mag ik bij nog iets de vinger leggen? Vers 7. Dan zegt de Heere tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. En bij die andere twee die erop volgen, Aminadab en Samma, daar staat daar, deze heeft de Heere ook niet gekozen. Er staat dus iets anders. Niet gekozen, dus ja, hij is er toch niet geworden. Maar bij die eerste, bij Eliab, waarvan Samuel zegt, ja, die zal het zijn, dan zegt de Heere, ik heb hem verworpen. Best heftig, toch? Samuel, de grote profeet, een man met zoveel van God in zijn leven, zoveel meegemaakt, die zegt, jij kan het zijn. Dat is iemand die God in zijn dienst kan gebruiken. Maar de Heere zegt tegen Samuel, ik heb hem verworpen. En dat is hetzelfde woord als in vers 1 gebruikt wordt voor Saul. Verworpen. Omdat Saul terug naar de Heere toekeert. Omdat Saul de dingen op zijn eigen manier deed. Dat is wat. En dat gaat toch niet over iemand van ons vanmorgen, toch? Dat wij met elkaar zeggen, jij kan dat. Wat heb jij gaven gekregen? Wat een zegen heb jij van de Heere gekregen? Dat is een roeping voor jou. Maar dat de Heere moet zeggen, ik heb je verworpen. Want ik kijk in je hart. Als iemand in zijn hart moet zeggen, dat gaat toch over mij. Bekeer je dan. Want er is zoveel genade bij de Heere. Ook voor mensen die misschien achter een mooie gezicht en achter hun talenten een heel verrot leven hebben. Keer tot de Heere en vind zijn genade. En zo mogen Samuel en Isaïe en zijn zonen heel veel leren van hoe God de dingen doet. Maar ook David mag veel leren. We gaan naar het derde punt van de preek. Zijn ze er allemaal? Vraagt Samuel. Zijn ze er? Nee, toch niet. Ja, nog eentje mist. Ja, hij is nog bij de schapen. En die wordt het. Waarom David? Was hij nou echt zoveel beter dan zijn broers? Nou ja, lees zijn levensverhaal. In zijn hart leeft van alles wat niet goed is. Hij is niet per se beter. En toch kiest David, kiest God nou juist, zeg maar, de kleine, het onaanzienlijke, het kwetsbare. Die kiest God. En misschien zegt zijn naam ons iets, omdat zijn naam David betekent, de geliefde. Zit daar iets in? Gods liefde voor hem? Degene die geliefd is? Wat het precies geweest is, wij weten het niet. Maar we zien hierin wel dat God het anders doet dan wij het bedenken. En dat God in zijn genade mensen roept om hen te vormen en te kneden en te gebruiken in zijn dienst. God is toch juist ook zo dat hij degene kiest. Waarvan wij misschien zouden zeggen, dat die wordt het niet. Zo ging de Heer Jezus toch ook naar mensen toe. Hij ging toch juist naar de hoeren, de tollenaars, de zondaars, naar de nobodies, naar de losers. Die zocht de Heer Jezus toch op? Die mensen waarvan anderen zeiden, als de Messias komt, dan gaat hij vooral niet daar naartoe. Maar de Heer Jezus gaat nou juist naar die mensen.
En degene op wie neergekeken wordt. Degene die anderen het niet gunnen. Maar de Heere zegt, ik laat mijn genade nou vallen op David. Het oog van mijn genade valt op hem. En het oog van Gods genade valt vanmorgen ook op ons. Hij wil zijn genade ons kwijt. Of je nou herkent in Samuel, of in Isaïe, of in die broers van David. Hij wil zijn genade in ons kwijt. Wat de Heer Jezus zo diep wilde leiden. Om jou tot zijn kind aan te nemen. Ziet u dat? Verwondert u zich daarover? Ja, en als u dan als David bent, hè, dat je misschien wel degene bent in je gezin. Ja, met de minste gaven voor je gevoel. Oh, anderen kijken op je neer. Degene in je vriendengroep. En jij wordt nou juist gekozen, of jij krijgt die functie. Ja, dan kun je toch voorstellen dat David in dat geval, hè, dat hij dan toch geroepen wordt. Vanaf de schapen. Dat hij zich achtergesteld heeft gevoeld. En nu God hem kiest. Nu de Heer duidelijk maakt, jij bent het wel, dat hij tegen zijn broers zegt, en jullie dachten van niet, hè, maar ik zal eens even laten zien dat. Dat hij daarmee eigenlijk hoogmoedig wordt en heersend. Want hij blijft hangen in, ja, dat kan ik helemaal niet. Ik zou eigenlijk willen zeggen, als je die 7 broers zo op een rijtje ziet, en je ziet David hier staan, zie je dan het verschil? Of eigenlijk zeg ik het verkeerd. Ruikt u het verschil? Want die 7 zonen van Isaïe, die zijn geheiligd, apart gezet. Waarschijnlijk helemaal schoon. Maar er staat er eentje, die komt rechtstreeks bij de schapen vandaan. Nou, ik weet niet of u wel eens een vest heeft gekocht of een trui van schapenwol. Nou, ik heb er een keer eentje gekocht. Die rook wat naar schapen en ik dacht, dat ze zo uit. Ja, mooi niet, alles geprobeerd. Ging er gewoon niet uit. David die ruikt naar de schapen. En heel wat keren in de Bijbel staat er, ik heb mijn koning achter de schapen, van achter de schapen geroepen. En zo wil de Heere dat David is. Hij moet een herder blijven. Hij mag koning worden, maar wel een koning met het hart van een herder. En wil de Heere ons ook zo niet vormen. Vormen zoals de Heer Jezus geweest is. De goede herder. Nee, niet een koning die naar menselijke maatstaf volmaakt was. Niet een koning die voor onze ogen op machtige manier regeert. Niet een koning die zegt, pak het zwaard, maar vooral zegt, doe het zwaard weg. Een koning die als de goede herder zegt, laat de schapen gaan, maar neem mij maar. Ik geef mijn leven voor de schapen. Hoe wilt u zijn? Mag de Heere u, in de taak en de rol waar de Heere u toe geroepen heeft, mag hij u gebruiken als moeder met een herdershart. Als vader met een herdershart, als werknemer, werkgever, met het hart van een herder. En vul je rol maar in. Dat de Heer je zo door zijn geest zalft. Want wij zijn gezalfd tot profeet, priester en koning. En dan zou ik willen zeggen, met het hart van een herder. En dan mogen we zien in dit gedeelte, sluit ermee af, zo ongeveer. Dat de Heer door zijn geest David aanvuurt. Hem vormt en hem dingen gaat leren. Bid maar om die geest. Heere, leert u mij te begrijpen wat uw wil is. Heere, gebruikt u mij maar op de plaats waar u mij gesteld hebt. Maak mij als iemand met het hart van een herder. Ja, als de Heer je zo uitkiest. Je mag iets van dat herdershart in je leven hebben. Wat een zegen voor de rest van de kudde. Als je Heer je daartoe roept. Zo zagen wij wat God anders kiest. En we leren dat je mag leven uit Gods belofte. Dat je niet mag blijven hangen, niet moet blijven hangen in de punt. Niet te langzaam gaan. Maar ook uit moet kijken dat je te snel gaat. Dat je mag leren de minste te zijn. Dat als de Heer in je leven werkt, dat je dan een herdershart mag krijgen en hebben. En dan tot slot, voor de jongelui onder ons. Jongeren, fijn dat je er bent vanmorgen, dat je meekijkt, meeluistert. Een vraag, hè? Waar zou je over 20 jaar willen staan? Waar wil je over 20 jaar zijn? Devolent uiteraard.
Weet je, David wordt hier gezalfd tot koning. Maar het duurt nog 20 jaar voor hij koning is over heel Israël. En dat wordt er niet bij gezegd. Kijk, als Samuel nu had gezegd, ik ben oud en ik ga sterven en ik zalf jou alvast, maar dat gaat nog heel veel jaren duren voor je zover bent. Dan had dat duidelijkheid gegeven, maar die duidelijkheid krijgt hij niet. David wordt gezalfd, maar het duurt nog 20 jaar. En natuurlijk, hij komt aan het hof. Hij maakt carrière als generaal, maar hij wordt achterna gezeten door Saul. Grot in, grot uit, woestijn in, woestijn uit. Wachten, wachten, wachten. Ja, u heeft me toch gezalfd? De Heere God die gaat David nog klaarmaken. En in die 20 jaar wordt David klaargemaakt. Mag hij rusten. Mag hij opgejaagd worden. Maar in die periode vormt en kneedt de Heer hem. En ja, wat moet je dan nu doen? Als de Heer misschien ook voor jou een taak heeft over 20 jaar, dan. Wat moet je dan nu doen? Nou ja, David die wordt in vers 19 wordt weer achter de schapen vandaan geroepen. Met andere woorden, David is gezalfd en die is vervolgens zo naar de schapen toegegaan. Hij doet gewoon wat zijn hand vindt om te doen. En als hij dan geroepen wordt, als je verder leest in hoofdstuk 16, voorbij het hof, dan is hij ook bereid. Nou, leef dan met die houding. Heere, vorm mij maar in wat ik doe. En maak mij bereid om te doen waartoe u mij roept. En wat zou het groot zijn dat als je het leven hebt en de Heer Jezus niet is teruggekomen, dat God je een taak geeft in zijn koninkrijk. Amen.
Zullen we samen danken en ook bidden. Heere, dank u wel dat daar waar wij zo vaak een punt zetten, dat u er een komma van maakt. Dat u in uw trouw en vastheid van genade doorgaat. Wij danken u, Heere, dat we dat mochten zien in 1 Samuel en dat we dat op ons in mogen laten werken. Hoe dat woord tot ons komt. En hoe u in de Heer Jezus uw trouw hebt getoond door hem te sturen. Heer Jezus, dank u wel dat u naar de aarde kwam. De minste wilde zijn. Gediend hebt. Met vloekhout bent genageld. Dat u de goede herder bent, die uw leven hebt gegeven voor de schaap. Heilige Geest van God, dank u wel dat u mensen aanvuurde zoals David. Werkt u ook in onze harten. Zalf ons tot profeet, priester en koning. Zegen ons in onze woorden, in onze dienstbaarheid. Zegen ons in onze strijd tegen de zonde, in het onderdaan zijn van u. Machtige Heere, gebruikt u ons zo. En wees ons nabij als we misschien net als Samuel iets herkennen van teleurstelling, dat we dingen graag anders hadden gezien. Troost ons daarin en beur ons op door het woord van uw genade. Grote God, wilt u ons ook helpen om in alle dingen die wij logisch en kloppend vinden, om daar eerlijk op te reflecteren, om daar anders naar te kijken. En Heer, als er dingen zijn in ons leven die wij logisch vinden en kloppend, maar die niet goed zijn, die anders moeten, opent u onze ogen daarvoor en maak ons dan ook bereid om het anders te zien, omdat het vanuit u anders is. Grote God, wilt u ons ook leren om de minste te zijn, daar waar soms een ander gekozen wordt, daar waar een ander zeggenschap krijgt over ons, dat we het liever misschien niet hadden gezien. Grote God, gebruikt u ons, kneedt u ons en leer ons om de minste te zijn, om zo de gestalte van de Heer Jezus gelijk te worden. Grote God, neem ook genadig weg dat wat fout was, wat het zondig was en is. En gaat u met ons mee en geef ons allen een herdershart. Wat voor gaven en talenten u ons ook gegeven hebt, welke rollen en plaatsen we ook hebben, of we nu alleen door het leven gaan of een relatie hebben, verantwoordelijkheid hebben voor een bedrijf of werknemer zijn. Heere, geef ons het hart van een herder. Geef of we dat niet zullen vergeten. Kneedt u ons, vormt u ons, om zo als onderherders in uw koninkrijk onze rol en onze taak op ons te nemen. Of nu lid zijn van deze gemeente of hier als gast vanmorgen zijn, we vragen u om uw zegen voor de plaats waar wij gesteld zijn. En we bidden u ook voor de samenleving waar we in leven, waar de dingen soms zo hard zijn. Waar er zo weinig genade is. Wij bidden u, Heere, werkt u met uw genade. Verbreid uw koninkrijk. Zorg ervoor dat uw huis vol wordt. En gebruik ons dan ook maar. Om een getuige te zijn. In woorden, in daden. Heere, u ziet ons hart aan. En dan bidden wij u, Heere, ook als dat stukje van Eliab ons misschien wel erg raakte. Omdat hij van buiten wel degene leek die het moest zijn. Maar dat u hem verworpen had. Heere, als het ons geraakt heeft, als het misschien iets over ons gaat, wilt u onze rouw aanzien, ons in uw genade aannemen en onze zonden vergeven. Ja, kneedt u ons en vormt u ons ook dan. En Heere, dan weten we niet waar we over 20 jaar staan. Het zou het heerlijk zijn als u teruggekomen bent op de wolken en als alles volmaakt is. Heere, we zien er naar uit en kom dan alstublieft ook spoedig. Heere, we weten ook niet wie van ons het leven dan nog heeft. Wat zou het geweldig zijn, Heere, als ook jongeren, natuurlijk ook volwassenen, maar ook jongeren uit onze gemeente, u mogen leren kennen. En mogen groeien in het geloof, in de genade en kennis van u. En dat ze een taak mogen hebben in uw koninkrijk. Heere, maakt u mensen daar klaar voor, roept u ze. Gebruikt u ze in uw dienst, want de velden zijn toch wit om te oogsten. Roept u dan mensen, Heere, om in uw koninkrijk te arbeiden.
Heer onze God, zo slaan wij onze ogen op tot u. We danken u voor wat u ons hebt gegeven. We prijzen u ook om wie u bent. In uw goedheid, in uw trouw, in uw genade. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Ik wijs u erop dat u uw gaven mag geven voor de Heer en zijn dienst. En vervolgens zingen we staande onze slotzang, Psalm 72, vers 10 en ook vers 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72, vers 10 en 11.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.